En we gaan het hebben over 60 jaar Stoppelhangen. En als je over nadenkt, en dat hebben we ook wel gemerkt het afgelopen jaar, dat 60 jaar, dat breekt echt heel wat los. Los bij u, los bij iedereen die daar op een of andere manier bij betrokken is. En wij hebben er ook aan gevraagd. En wat er gevraagd en ongevraagd er bij ons kwam, dat varieert van oude verhalen en anekdotes, van dia's die worden aangeboden, pas geleden nog zelfs dia's op glas, hè. Dat zijn echt hele oude dia's van optochten bijvoorbeeld. Filmbeelden, Super 8 video, dozen vol met foto's en nog met meer foto's, maar ook heel veel verhalen en reacties. En zelfs mensen die bijvoorbeeld via Twitter van Verbekistan zeiden van ja, want mijn vader was ook vroeger bij de Stoppelhanen en nou, die zien dat dan ook weer op onze website. Dus dat bracht heel veel los. En vanavond hopen wij u een heel goed programma te kunnen bieden. Met veel muziek en veel cabaret en natuurlijk ook de traditionele onderdelen zoals de Oogschave, de Sanderse Boer en de Oogstkoningin. En dat is een van de geheimen die ook voor een voorzitter geheim blijft. Tot op dit moment weet ik nog niet wie de Oogstkoningin wordt en dat moet ook zo blijven. Er zou menig burgemeestersbenoeming nog wel een puntje kunnen zijn, maar wij dat doen niet volgens mij. Kortom, we hebben dit jaar extra uitgepakt om voor u allemaal een nog beter feest te gaan organiseren. En ik verklaar hierbij de 60ste Stoppelhangen voor geopend. Hennegan! Een hele goede avond, dames en heren. Van harte welkom op de grote Sanderse cabaretavond. Een avond voor humor, vol cabaret. Een avond waar u van gaat genieten. Ook een avond met officiële momenten en daar gaan we zo meteen als eerste mee beginnen. En daarvoor wil ik graag uitnodigen de Sanderse Boer van vorig jaar, Gino Schrijver. Een jaar lang heb jij je Sanderse Boer mogen noemen. En vorig jaar hadden jullie een heel bijzonder oogstproject. Kan je daar nog iets korts over vertellen wat de mensen met de opbrengst hebben gedaan? Nou, in eerste plaats hebben we een recordopbrengst gekregen van 33.600 euro. Natuurlijk aan alle mensen hier en in de gemeente Naald te danken. En verder zijn er zijn al wat hectares grond aangekocht. En voor de rest de bouw van de schuren en zulke soort dingen, dat loopt wel, maar het gaat toch allemaal iets langzamer dan wij hier gewend zijn. Hoe ga jij dit jaar de Stoppelhangen vieren? Ik ben hier morgenmiddag, morgenavond, vrijdag aanwezig, dus we gaan er weer flink tegenaan. We gaan er weer flink tegenaan. Als u denkt wie is dat, dat was de oude Sanderse Boer. Dan mag ik nu aan u de nieuwe Sanderse Boer presenteren. En graag wil ik hem naar voren vragen, onder een applaus. Op de Rogge Maaiersdag is hij al bekendgemaakt. En hij zal nu zelf zijn opwachting maken, Berend Thijssenhof. Hier op de grote Sanderse Cabaretavond. Je hebt al een keer op mogen treden natuurlijk op de Rogge Maaiersdag. Ik heb begrepen dat je graag in Nederland zelf aan de mensen wil vertellen. Hij staat helemaal klaar voor jou. Het woord is aan jou. Dankjewel Bjorn, dankjewel Gino voor de fijne woorden, voor de leuke woorden. Machtig mooi en interessant vind ik tot nog toe alles wat met het Sanderse Boer zijn te maken heeft. In eerste instantie natuurlijk voor het Oogstgaveproject. Als boer sta je vanzelf al heel dicht bij alles wat met oogsten te maken heeft. Dat een deel van je opbrengst vroeger in natura werd gegeven aan mensen in landen waar het allemaal veel moeilijker ging dan bij ons, dat sprak en spreekt mij aan. Ook ben je de schakel, de verbinding tussen de oorsprong van het feest en het grote festijn wat nu plaatsvindt. Het thema van dit oogstgavenproject is Ibala. Dat betekent samen oogsten. Dat samen oogsten is bij ons gebeurd op 23 juli, de Roggemaaiersdag. De maaiers en de binsters oogsten samen een akker rogge aan de Knapenveldsweg. Ik wil jullie allemaal een goede Stoppelhangen toewensen waarin we onze oogst gedeeld hebben samen met de vrouwen in Sweetie Village. Mag ik ze naar voren onder een applaus, Oogstkoningin Gerda van der Weeg en de hofdames Anita en Maaike. Dat je die struikelt hier met alle kamers. Van harte welkom. Welkom deze avond. Dames, je bent nu nog een beetje herkenbaar aan het kroontje. Je mag nog heel even dragen. Maar hoe heb je het ervaren om een jaar lang oogstkoningin te mogen zijn?
Fantastisch, ik had het voor geen goud willen missen. Het leek me heel leuk, maar het was nog leuker dan ik dacht dat het zou zijn. Voor jullie begonnen dat grote Sanderse cabaretavond. Heb je veel leuke reacties gehad op je benoeming tot de Oostcoalitie? Ja, heel veel mensen van, goh, ik had nooit gedacht dat jij het zou zijn. En nu nog, in mijn werk, waar je dan komt zo van, jij was het dus toch wel. Ja, ja heel leuk, ja. En is het moeilijk om afscheid te nemen? Verschrikkelijk. Nou, een doosje tissue staat al wat laag, geloof ik. Hoe is het jullie ervaren, de Stoppelharen? Ja, hetzelfde wat Gerda zegt. Fantastisch natuurlijk om mee te maken. Ook, het is een hele gebeuren om Stoppelharen heen. Het is niet alleen maar feestvieren, maar ook alles daaromheen. Het is zo groot en dat zie je normaal gesproken niet. Dat is een enorme ervaring, ja. En bij jou, Maaike? Ja, ook heel bijzonder. Ja, je ziet alles, je beleeft alles mee. Je ziet ook de enthousiasme van de mensen, ook ondanks het weer. Dat iedereen zo vrolijk en blij in rondloopt. Ja, het is heel geweldig. Dan hebben we ook een nieuw onderdeel binnen het officiële gedeelte. Want naast de Sanderse Broer en de Oostcoalitie hebben we dit jaar ook een oogprins en een oogprinses. Ze zitten hier al keurig vooraan en graag wil ik naar voren Wendy Boyink, de Oostprinses, en Jens Broekhoff, de Oostprins. Waar woon jij? Broekland. In Broekland. En waar woon jij, Jens? In Broekland. Ook in Broekland. En wat zijn jouw hobby's? Voetbal. Voetbal. En voor welke club ben je? Ajax. Zijn er meer mensen in Ajax eens? Nee, allemaal fans van Ajax. En wat zijn jouw hobby's? Paardrijden. En morgen mag je volgens mij iets heel erg leuks doen met de optocht, of niet? Wat heeft dat met paarden te maken? Dat ze lief zijn. Dat ze lief zijn. En jullie mogen volgens mij morgen in de koets, of niet? Ja. En wat gaan jullie verder doen met de Stoppelharen? Weet je dat al een klein beetje? Gaan jullie overal mee met de Oostcoalitie? Dat weet ik niet. Dat weten we wel niet. Nou, hebben jullie alles gezegd wat je wilt zeggen? Of is alles goed geregeld voor jullie? Of moeten we nog één ding regelen? De kaartjes van de kermis. Dat is de volgende. Ga dan nog een heleboel kaartjes te halen. Een groot applaus voor de Oostprins en de Oostprinses. De twee nieuwe hofdames die dit jaar de Oostcoalitie gaan begeleiden. Zij zullen ervoor zorgen dat er de Oostcoalitie aan niets tekort komt. Graag presenteer ik jullie twee dames die hebben aangedurfd om deze taak op zich te nemen. Ontvangen ze met een groot applaus Lisa Banning en Marjolein Hietberg. Dames, wat zien jullie er prachtig uit? Mag ik jullie kort vragen om jezelf voor te stellen aan de mensen? Mag ik bij jou beginnen, Marjolein? Ik ben Marjolein, geboren en getogen in Raalte, werk in Lichtenvoorde. Ben druk met scouting in Raalte, sportfilm. En dit jaar gaan we hofdame zijn met de Stoppelharen. En Lisa, mag ik jullie vragen om kort voor te stellen? Ik ben Lisa Banning, kom uit Raalte. Ik doe school, etaleer en styling, ben ik heel druk bezig. Ik heb al jarenlang gehandeld in Raalte. Verder ben ik gezegd bij de Sluizen, dus de meeste Raaltenaren zullen mij wel herkennen. We zullen een beroemde hofdame doen. De nieuwe Oostcoalitie presenteren. En daarvoor vraag ik de maestro om de muziek in te starten. Zij is woonachtig in Nieuw-Heten, moeder van twee zoons. Als part-time medewerkster werkt ze op tennisparkeerhalen. Daarnaast heeft ze haar eigen Sophia Service. Ze is een bekend gezicht bij diverse modeshows. En dit jaar zal zij die voorgaan tijdens de Stoppelharen. Uw applaus voor de Oostcoalitie van het jaar 2011, Annelies Dokman van Rossum. Annelies, van harte proficiat met jouw benoeming tot Oostcoalitie. Mag ik je vragen om jezelf voor te stellen aan het publiek? Nou, jij hebt mij eigenlijk al voorgesteld. Mijn naam is dus Annelies Dokman van Rossum. Ik ben getrouwd met Robert. Ik heb twee zonen. Ben al 10 jaar werkzaam bij Tennispark Raamhek. En voor 3 jaar terug ben ik voor mezelf begonnen als serveerservice Annelies. Ik ben het belangrijkste nog vergeten. Op maandagmorgen ben ik altijd bij mijn vader en moeder. Dan help ik mijn moeder het huis schoonmaken. En dat is misschien nog wel het leukste wat ik heb.
officieel onschuldiging bent, hoort er natuurlijk nog het felbegeerde kroontje bij. Mag ik je vragen het kroontje te overhandigen, zodat we een officiële onschuldiging hebben onder een groot applaus. Zo, dames en heren, wij zitten hier gezellig met de Oostkoningin en de beide hofdames 2011 die vanavond hier in de Sallandse Herberg bekend zijn gemaakt. Naast mij aan de rechterkant voor u kijkers links, Annelies Dokman van Rossum. Waar kom je vandaan, Annelies? Ik woon nu 21 jaar in Raalte, maar ik kom van oorsprong uit Nieuwheten. Van oorsprong uit Nieuwheten? Ja. En wat doe je, Annelies? Wat ik allemaal nu doe op het moment. Op het moment werk ik al 10 jaar bij Tennispark Ramelen. Dat doe ik met heel veel plezier. Achter de bar. Sinds 3 jaar ben ik voor mezelf begonnen. Als serveerservice analyse. Dat betekent dat ik bij mensen aan thuis de feestjes regel. Wanneer ben je ervoor gevraagd? Is dat al lang geleden? Nou, dat was in februari, denk ik, die tijd. En vanavond was het een groot feest. Was het een verrassing voor iedereen uit je omgeving dat jij als Oostkoningin 2011 tevoorschijn kwam? Ja, dat was voor iedereen een verrassing, ja. Ja, alleen mijn man en mijn 2 zonen, die heb ik het verteld op zondagmorgen met het ontbijt. Want ik denk, die ga ik het ook niet meer lastigvallen dat ze het zo lang voor zich moeten houden. Maar mijn ouders en mijn 2 zussen en mijn broer en schoonzus en mijn schoonmoeder en schoonzus, die zaten in de zaal, dat wist ik. Maar die wisten het dus geneen van allen. Die zaal, ook Raaltense van geboorte, van origine? Ja, helemaal. Ik ben nu 18 jaar een echte Raaltenaar, dus ben je gebogen en getogen en alles. Dus ja. En jij weet natuurlijk als geen ander wat Stoppelhanen is. Nee, natuurlijk niet. Sinds ik eigenlijk mag van mijn ouders ben ik 11, ik heb wel geweest. Ik zou bijna zeggen, wanneer mocht je van je ouders? Nou, ik weet niet, maar natuurlijk de kermis was toen je klein was natuurlijk al helemaal geweldig als je naartoe mocht. Maar ik denk dat ik van mijn 15e echt wel zoiets dacht van, nou, nu gaan we toch wel een keer de tent in. Nu mag het gaan gebeuren. Ja. En wat doe je in je normale dagelijkse leven, Lisa? Ik ga nog naar school. Ik doe een mbo-opleiding, styling en eten leren in Zwolle. Dus dat is een superleuke opleiding, creatieveling, zeg maar. Heb je enig idee wie jou hebben opgegeven? Want dat moet toch gebeuren, want ze komen niet vanzelf bij je. Nee, mijn familie heeft me opgegeven. Marjolein Hietberg. Marjolein, dochter van Cor? Dat klopt helemaal, ja. Ja, kijk, bij RTV Raalte weten we een heleboel. Ja, ik heb het al gehoord. En jij bent al ietsje ouder dan Lisa. Wat doe jij in je dagelijks leven? Ik ben inderdaad iets ouder als Lisa. Ik ben 24 jaar. Ik werk sinds 2 jaar als hoofdkwaliteitsdienst bij Zwanenberg Food Group in Lichtenvoorde. Dus elke dag een uurtje rijden. Erg uitdagende baan, erg leuk. Ja. Wat moet je dan doen? Is heel breed. Het gaat om klachtenafhandelingen en van de consument, maar ook klachten maken. Het gaat om zorgen dat de kwaliteit van het hele proces bewaakt blijft. Heb jij als klein meisje ook wel eens gedroomd van hofdame worden? Dat is nou het mooiste wat ik ooit nog een keer zou willen doen. Het is niet dat ik daar vroeger echt van gedroomd heb, maar ik vind het nou wel echt een hele eer dat ik dit toch mag doen en ik ben heel blij dat ik hier sta. Ja. Je hebt je ook niet zelf opgegeven. Weet jij wie je hebben aangemeld? Ja, een hele goede kennis van mij. Die heeft mij benaderd ook om dit jaar hofdame te zijn. Waar kijk je nou het meeste naar uit? Ik heb het Lisa ook gevraagd, er zijn een heleboel dingen, maar waar kijk je nou het meeste naar uit tijdens de komende 4 dagen? Nou, de trekkerslep lijkt me ook wel erg leuk. De trekkerslep, nou dat is in ieder geval iets wat heel veel hofdames en heel veel oostkoninginnen in het verleden ook altijd leuk vonden. Ik hoop dat het een beetje droog weer is, dat er zaterdag echt getrokken kan worden, dat jullie ook op die trekker kunnen zitten. Ja, daar hoop ik ook, dat het wel doorgaat. Ja. En dan gaan we.